In Museumpark Orientalis in Heilig Land Stichting wordt in deze periode normaliter de grootste kerststal van Europa opgebouwd. Dat is dit jaar anders. Slechts een deel is straks te zien opgesteld in verschillende vitrines. Sowieso is het traditionele feest van het licht in Orientalis dit jaar een stuk kleiner van opzet. Wat er anders gaat is dat de grootste stal van Europa, die wij dus in ons bezit hebben, op een andere manier te zien is. En in de kleinere vorm en in vitrines. Dus daar staan thematisch, staan daar delen van die grootste stal uitgestald, zeg maar. En dat er een looproute zal zijn. En ook dat mensen die komen om de kersttentoonstelling te bezoeken via een tijdslot moeten reserveren voor een tijdslot. Dus het zal in die zin anders gaan. Dus er is een speciale eenrichtingsroute, zoals in alle musea. Het wordt op zich niet zoveel kleiner. Alleen die grootste stal van Europa, die dus niet hier in de zaal staat, maar in een andere ruimte, die is in verkleinde vorm. Maar verder tonen we net als alle andere jaren onze eigen collectie, dit zo heel belangrijk is voor het museum. Er is een mevrouw, die leeft al heel lang niet meer, mevrouw Elisabeth Houtzager. En zij heeft de collectie voor elkaar gekregen. En die is eind jaren 80 zijn er al 800 van haar collectie geschonken aan dit museum. Met de voorwaarde ook dat ieder jaar dat wij daar iets van laten zien. Dat was haar voorwaarde. En daarna, nadat zij is overleden, hebben we er nog wat meer bij gekregen. En we hebben ook nog wel wat andere kleine collecties van schenkers, zeg maar. We hebben een andere opstelling. Dat betekent eigenlijk dat we de belangrijkste scènes uit het kerstverhaal en de mooiste beeldjes, dus de scène van de geboortestal, Nazareth, de volkstelling hier, die zijn uitgebeeld in vitrines. Dus je kunt van heel dichtbij kun je alle tafereeltjes goed bekijken. En dit jaar hebben we hem ook verspreid over 4 weken in plaats van 2 weken. Dus van 12 december tot en met 10 januari kun je de tentoonstellingen komen bekijken hier tijdens het Feest van Licht. Zelfs in dit moeilijke jaar is het de vrijwilligers dus gelukt iets moois samen te stellen. Geweldig. Ik doe dat al zoveel jaren en het is ieder jaar een uitdaging. En het resultaat, ik geloof wel dat het er mag wezen, ja.